gehoord hoe het is om te werken in de watertechniek. En Tatjana gaat nu op bezoek bij Inalfa Roof Systems, een fabrikant van schuifdaken voor auto's. Een open dak in je auto geeft je een gevoel van vrijheid. Met frisse lucht en het zonnetje op je huid worden je zintuigen geprikkeld. Een mooi product dus om aan de productie daarvan mee te kunnen werken. Welkom. Nou, wat doen jullie bij Inalfa Roof Systems allemaal? Wij ontwikkelen en maken schuifdaken voor bijna alle automobielfabrikanten ter wereld. En wat is jouw functie daar dan bij? Mijn functie is Global Head of Talent Acquisition and People Development. En dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het aannemen van nieuwe medewerkers en het doorontwikkelen van nieuwe medewerkers. Je hebt het over doorontwikkelen. Zijn er veel doorgroeimogelijkheden voor jullie werknemers? Ja, zeker. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. We zijn heel hard gegroeid als organisatie, wat heel veel kansen biedt om aan mensen om door te ontwikkelen. Niet alleen in functie, maar ook wereldwijd. We zijn ook in China en in Amerika aanwezig. En als je dus internationale ambities hebt, dan kan dat hier ook. En waarom is het werken hier volgens jou nou zo leuk? Allereerst werk je aan de mooiste auto's ter wereld. Je werkt aan auto's die nog niet op de markt zijn. En je ziet echt van idee tot en met dat product over de weg heen rijdt. Ja, daar ben je allemaal bij betrokken. Ja, heel veel projecten dus als ik het zo hoor. Kan je me daar iets meer over vertellen? Ja, heel veel projecten. Maar daar kan mijn collega Pieter jou veel meer over vertellen. Kom, dan gaan we daarheen. De automotive branche is heel dynamisch. Auto's die nu ontwikkeld worden, komen over een jaar of vier pas op de markt. En dat betekent dat je heel nauw samenwerkt met autofabrikanten. Nou Pieter, kan je mij vertellen wat jouw functie hier is? Ik ben projectmanager bij de firma Inalfa. Dat betekent dat ik wereldwijd verantwoordelijk ben voor een van onze Duitse klanten. Je moet je voorstellen dat een auto die bijvoorbeeld over vier jaar op de markt komt, daar is een autofabrikant nu al mee bezig om die te ontwikkelen. En wij zijn bezig om dat dak te ontwikkelen. Dus gedurende die fase, in die vier jaar, werken wij samen met een autofabrikant om die auto straks goed op de markt te brengen en daar een mooi product in te hebben. En hoe zorgen jullie ervoor dat jullie technologisch koploper blijven? Nou, wij investeren flink in nieuwe ontwikkelingen. Wij luisteren heel goed naar de klant, wat zij precies willen. Een project duurt vier jaar. Zo'n auto is zeven jaar op de markt. Een dak waar wij nu aan beginnen is over tien jaar nog steeds beschikbaar in een auto. Dus eigenlijk werken we al aan de toekomst. Je hebt het over de toekomst. Waar moet ik aan denken bij de auto van de toekomst? Nou, auto van de toekomst, steeds meer elektrisch rijden natuurlijk. Dus auto's worden steeds stiller. Dat betekent dat ook de producten in een auto stiller moeten worden. Een dak moet stiller. Als je rijdt, dan de wind die over de auto gaat, moet natuurlijk zo geruisloos eroverheen gaan als mogelijk. En wat is nou datgene wat jouw werk zo leuk maakt? Ja, wat ik heel leuk vind is ik kom vaak bij de klant. Dus, en dan loop je vaker rond op plekken waar al die nieuwe ontwikkelingen ook zichtbaar zijn. Waar die auto's van de toekomst al staan. Maar kan je me iets laten zien van die nieuwe technologie? Ja hoor, ik kan je wel eventjes wat laten zien op de testafdeling. Als je wilt, dan loop maar even mee. Nee, leuk. Ja? Nou, loop maar mee. Elke auto is anders en elke autofabrikant stelt andere eisen aan hun dakramen. Als projectengineer ben je verantwoordelijk voor de engineering van producten, maar ook het maken van calculaties en berekeningen van het bouwproces. Kan je mij vertellen wat je hier precies doet? Als projectengineer ben je technisch verantwoordelijk voor het ontwerp van ons product, het dakraamsysteem. En daarbij is het zaak om de klanteis te vertalen in een product. En het is ook zo dat we al meer dan 40 jaar dakraamsystemen maken. Dus het is ook van belang om al die opgedane kennis te verwerken in de producten die we vandaag de dag maken. Oké, en hier worden onder andere testen verricht. Wat voor testen doen jullie allemaal? Nou, je kunt je voorstellen dat een auto onderhevig is aan heel veel verschillende weersomstandigheden. Een auto kan bijvoorbeeld in Zuid-Afrika rijden, maar ook in het koude Rusland. Dus wat we hier doen, we testen op verschillende temperaturen. Zo kunnen we bijvoorbeeld testen op min 40 of plus 80 graden. Maar gaat er dan ook wel eens wat mis? Ja, er gaat wel eens ooit wat mis. En dan is het zaak om op onderzoek uit te gaan waar het probleem ligt. Dat doen we in een team. Denk bijvoorbeeld aan mensen van testing, mensen van engineering en soms halen we de leverancier erbij. Oké, wat vind je zelf het allerleukste aan je baan? Nou, het allerleukste aan de baan is dat het heel divers is. Zo ben ik bijvoorbeeld 's ochtends in contact met leveranciers uit China, wegens tijdverschil. 'S middags ben ik in contact met mijn collega's uit Amerika. En iedere dag kom je weer nieuwe problemen tegen en het is hartstikke leuk om die op te lossen. Ja, heel erg divers zoals ik het hoor. Inderdaad. Is werken in de automotive branche en bij Inalfa een baan die jij wel ziet zitten? Kijk dan op de Facebookpagina van Passie naar Droombaan.